Het is eindelijk mooi weer en dat lokt heel wat mensen naar de Blaarmeerse in Gent. Het recreatiedomein zou een ontspannende plek moeten zijn, maar de Blaarmeerse krijgt geregeld amokmakers over de vloer. En dat moet ophouden, klinkt het bij de stad. Gent onderzoekt of het ook voor de Blaarmeerse een zwarte lijst kan invoeren, naar analogie met de provincie. Maar hiervoor ontbreekt momenteel een juridisch kader. Daarom trekt bevoegd schepen Sophie Bracke samen met burgemeester Matthias de Klerk naar minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinde. De moeilijkheid zit dat je eigenlijk een toegangsverbod wil invoeren op iets wat eigenlijk openbaar domein is. En dat is niet zo evident. Daarvan zegt eigenlijk de wet dat je dat eigenlijk niet kan doen. En dat het ook niet volstaat om ergens een omheining rond te zetten en toegangsgeld te vragen. Dat volstaat niet om van openbaar domein in één keer privaat domein te gaan maken. En daar zit eigenlijk wel de juridische moeilijkheid. Vanaf vandaag geldt in 4 provinciale recreatiedomeinen van Oost-Vlaanderen een identiteitscontrole. In onze regio gaat het om domein Puijenbroek. Wie op de lijst staat, krijgt een rood scherm en mag dus niet binnen. De lijst wordt gedeeld met alle domeinen binnen de provincie. Schepen Sophie Bracke volgt het voorstel van CD&V om 1 zwarte lijst te maken waar alle domeinen in Vlaanderen toegang toe hebben. Ik ben dat idee eigenlijk echt wel genegen. Want wat we zien inderdaad is dat echt wel groepjes amokmakers verschillende recreatiedomeinen vaak aandoen om eigenlijk op verschillende plekken ook wel moeilijkheden te gaan maken. En als ze ergens de toegang geweigerd worden, dan gaan ze naar de volgende plek. En dat is toch wel een fenomeen dat we moeten stoppen. De schepen hoopt zo snel mogelijk een omkadering te hebben, zodat de zwarte lijst kan ingevoerd worden. Of iemand na zijn verbod weer binnen mag, zoals bij Puijenbroek, moet ook nog bekeken worden.